De ideale oriëntatie voor zonnepanelen op een dak is pal op het zuiden, met een helling van 30 tot 35 graden. Alles wat hiervan afwijkt, biedt minder rendement. Maar maak je geen grote zorgen als je dak bijvoorbeeld naar het zuidoosten of het zuidwesten is gericht. Dan verlies je, zoals je ziet, amper enkele procenten aan opbrengst. Ook een oost-west oriëntatie met een kleine helling is nog prima. Meer zelfs, omdat de productie dan gelijkmatiger over de dag is verdeeld, kan dat beter uitkomen voor je mate van zelfverbruik. Je kunt de geproduceerde stroom makkelijker meer meteen zelf gebruiken. Op een plat dak bepaal je de helling doorgaans zelf. Je moet natuurlijk voldoende plaats hebben. Zo nodig kun je opteren voor hoogrendementspanelen. Daarmee heb je meer vermogen op minder vierkante meter. Schaduw op je zonnepanelen door een schoorsteen of een boom is te mijden. Maar je kunt dit alsnog opvangen door het gebruik van zogenaamde micro-omvormers of optimizers.